Maar ik liep voor je een dag zo lopen. Ja, het was de slogan, hè? We zijn hier in Emst en wij wachten hier op Linda van Impelen, die een fantastische prestatie bij de Paralympische Spelen in Zuid-Korea heeft geleverd. Ze heeft een zilveren medaille bij het skiën gewonnen en wij gaan hier haar een hele mooie ontvangst bereiden. En ik ben hier ook namens het gemeentebestuur samen met wethouder Scholten om haar namens het gemeentebestuur een speciale verrassing te overhandigen. Heb je het wel gedacht dat ze een keer zo hoog zou komen? Ja, natuurlijk. Ik had aan goud gedacht. Dames en heren, we zijn hier vandaag bij elkaar even om mevrouw van Impelen echt te huldigen. Linda, je dacht in Mierlo doen ze dat bij je oma thuis met een taart en een bosje bloemen. Nou, dat gaan we toch iets anders doen hier wat dat betreft. Een geweldige prestatie. Ik weet nog dat we in juni 2016, toen was je bij mij op kantoor. We hebben gesproken over je toekomstplannen en hoe het allemaal zou gaan. En als je ziet waar je nu staat, dan heb je... En dan kunnen we al die prijzen van de afgelopen jaren allemaal bij gaan halen. Die 14 en die kwalificatie en die derde en tweede. Yeah. Maar uiteindelijk is maar één doel en dat volgens mij heb je om je nek hangen. Die zilveren medaille. En wat dat betreft zijn we ongelooflijk trots als gemeente zijnde. En ik zeker als wethouder sport. Ongelooflijk trots dat we op derde keer op rij iemand mogen huldigen. Ik maak een diepe buiging voor u. Heel veel respect. Dank u. Van harte gefeliciteerd. Hartelijk dank. Ik kom hier heel graag om je te feliciteren namens alle inwoners van onze gemeente. Je hebt een fantastische prestatie geleverd. Zilver op de Paralympische Spelen. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt op deze manier. De winterspelen. Hè? Robert Scholten heeft net al het een en het ander gezegd. Maar wij vonden toch eigenlijk dat er ook een beetje een speciaal cadeautje nog van de gemeente bij hoorde. Kijk, een taart is lekker, maar die is zo op. En ik heb nog wat anders. En het doet mij heel veel plezier. En het is mij eigenlijk een grote eer dat ik je namens het gemeentebestuur mag overhandigen. Iets wat alleen wordt toegekend aan mensen die een bijzondere prestatie binnen onze gemeente hebben geleverd. De laatste die uitgereikt is was 4 jaar geleden aan mevrouw Jo Post, die 25 jaar vrijwilliger was. Maar jouw prestatie vonden we zo mooi. En we zijn zo trots op je dat we je heel graag de gemeentepenning van de gemeente even willen overhandigen als herinnering aan deze fantastische prestatie. Maar in Rotterdam zeggen ze, geen woorden maar daden. En daarom ook namens de Stroetenaren, ondanks alles, ben je altijd optimistisch gebleven. Heb je altijd geweldige levenslust uitgestraald. En als we aan levenslust denken, dan denken we onder andere, en als Brabantse zul jij daar helemaal mee instemmen, bij levenslust hoort ook nog wijn. Hoppa! De burgemeester van de familie Alvering, kan je wel zeggen. We hebben onderhandeld om een ster te kopen. Ja, een ster in het heelal. Oh, nou, dat is waar. Maar het vervoer was zo moeilijk, dat hebben we weer afgezegd. Wat hebben we?
En aanvulling halve, die is de paal is niet van de gemeente Epe. Dat was een klein. Ik ben heel trots op mijn zilveren medaille. En ik wil echt vooral ook iedereen bedanken die al deze tijd hier heeft gesteund. En ik hoor zoveel mensen die hebben meegeleefd. Dus echt super, super, super bedankt allemaal. Linda, bedankt. Linda, bedankt. Linda, Linda.